Henk, handen omhoog. En duiken. En duiken. Jammer, nog geen water. Nog geen water. Nog niet een echt zwembad, maar dit wordt het zwembad. Dit wordt dus een zwembad. Dit gaan wij nu ermee aanvullen met 197 kuub zand. Oh, oké, ja. Wat je daar in de wand ziet, dat zijn de stekkerbakken. Ja. Op het zand maken wij dus de vloer. Die stekkerbakken die worden uitgeplooid. Mm-hmm. En dan komt er 30 centimeter beton in. En dat wordt de zwembadvloer. Dus dat komt een beetje op deze hoogte zo? Ja. Ja, zo hier zo kunnen we wel water verwachten. Nou, dit, zoals je ziet, dit wordt de vloer. Ja? Dit. Ja. Dus hier komen wij binnen ermee. Ja. Op de vloer, ja. En dan lopen wij het zwembad in. Oh, wat lekker. We wanen ons dan hier dat lekkere warme water. Ja. Maar waarom moet er dan eerst nog zand hier op de bodem? Omdat anders te diep is. Mm-hmm. We hebben een bepaalde diepte van 1,5 meter dit bad. Oh, oké. Okay. Rust op bommetjes de vloer. Kunnen niet. Nee, bommetjes, dat gaat niet. Hey, en om hoeveel vierkante meter zwembad is dit? Of dit is kuub? 15 bij 8 meter. 15 bij 8 meter, ja. Nou, dan kun je lekkere baantjes trekken. Ja. Ja. Nou ja, hier de jeugd en de oudere mensen kunnen hier dus geweldig zwemmen. Ja, want jij bent verantwoordelijk dan eigenlijk voor al het beton dat hier in dit zwembad zit. Moet ik het zo zien? Ja. En wat hier bovenop komt natuurlijk. Ja. Prefab, ruwbouw, wij doen dan hoofdzakelijk alleen de ruwbouw. De afbouw, dan zijn wij alweer weg. Gewoon de basis dat de basis maken wij en de finishing touch doet een ander. Ja. En dit is een stevige basis omdat we hier ook deze constructie zien. Hier, ja. Hier is beton ingegoten, zie ik, of niet? Hier is beton ingegoten, ja. Hier komt ermee de goot aan. Die ken je natuurlijk wel, waar het water over het randje loopt. Ja, in het zwembad. Ja. Nou, die komt hier dus aan. En die komt dan gelijk met de vloer. De vloer die komt dus aan. En rust als waar op de leiding gooit. Ja. Dus zoals je in principe wat je kent van een normaal zwembad, dat is dit. Ja, ik vind dat nog een beetje moeilijk voor te stellen. Ja, het is heel moeilijk voor te stellen. Dit blijft er dan in zitten. Dit zit straks onder de tegels allemaal. Ja, dit komt allemaal onder de tegels. Kijk, hier zit de afvoer. Ja. Zie je dat? Zit net onder de vloer dus. Ja. Komt hier twee rijen leiding en dan wordt hier de water afgepompt. Als die leeg moet. Daar moet je allemaal wel van tevoren heel goed over nadenken, hè? Daar moet je van tevoren goed over nadenken. Thijs Driessen van Essie is de exploitant van het zwembad van Living In. Na veel overleg met het bouwteam kan hij vandaag eindelijk eens zien hoe het ervoor staat. Voor de eerste keer hier dat het real life is. Dus zeker omdat de eerste muren nou staan, krijg je wel een beetje gevoel van de ruimtes en de opzet, zeg maar. Dus leuk om te zien. Ja. Krijgt het ook begint te leven, dan kun je er ook nog meer bij voorstellen. En uiteindelijk de tekeningen geeft al wel, omdat we die wel vanuit de praktijk gerealiseerd hebben, zijn we wel al iets. Maar op het moment dat je er dan staat, dan begint het nog wel meer te borrelen en dan krijg je er nog meer zin in. Ja. Ja, ik zie al precies natuurlijk de tekeningen. Daarachter komt er een bergingsruimte. Daar hebben we nog uitzicht naar buiten. Hier komt de hele kijkruimte. Dus hier tussen deze pilaren komt de glazen wand waarbij iedereen in de kijkruimte over de hele lengte van het bad dadelijk kan gaan kijken. En hier komen de kleedkamers. Dus hier komen mensen dadelijk het zwembad binnen. Douchegelegenheid wordt hier gerealiseerd en dan met een klein aanloopje gaan we erin. Nou. Voor wie is dit? Voor iedereen die dol is op water en tussen de 0 en de 100 jaar zit, zeg maar. Het begint bij bijvoorbeeld zwangerschapszwemmen zou kunnen, het spetterplezier, het babyzwemmen. En dan gaan kinderen doorstromen naar de zwemles, vervolgens naar vervolgprogramma's, omdat ze, als het goed is, niet alleen leren zwemmen, maar dat zwemmen leren dat zo leuk is dat ze ermee door willen gaan. Maar ook sportprogramma's voor de hele fitte sport, aqua bootcampen, intensieve programma's waarbij ze in 3 kwartier tijd echt helemaal afgebeeld worden. Oplopend naar de mensen met wat meer levenservaring, waarbij het met name om het vitale aspect gaat. Dus waarbij je echt het beweegapparaat, je lichaam in conditie wil houden. En niet zozeer met de tong op de schoenen wil sporten, maar wel gewoon lekker actief bezig zijn. Dus eigenlijk het hele palet van 0 tot 100. Maar tegelijkertijd gaan we hier ook het bad beschikbaar stellen aan een fysiotherapeut, omdat die binnenshuis zit. Het zit hem enerzijds in de klik die ik heel erg voelde met Living In. Een familiebedrijf die vanuit een sterke visie onderneemt. Dat is iets wat wij doen en wat ik daar heel erg in terugzag. En de klik met het concept zit hem hier heel erg in. Dat ik de gedachte van het voor elkaar zorgen heel erg omarm.
over 2 jaar, nou, dan hoop ik dat ik geen vlak water zie. Stilstaand water, daar hou ik niet zo van. Dat moet letterlijk in beweging zijn. Water verbindt, zeg ik altijd. Dus het water verbindt letterlijk de mensen die erin zitten. Je bent door het water met elkaar verbonden. Dus ik hoop dat we hier heel veel verbinding gaan brengen.